In maart zijn we allemaal naar de stembus gegaan om te stemmen op onze favoriete partij, of op D66. Nu is de politiek aan de beurt om een coalitie te vormen. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? De formatie begint meteen de dag na de verkiezingen. Politici zelf zijn dan nog brak van de verkiezingsavond omdat ze te veel hebben gedronken, te veel aan sleutels hebben geroken of door de tafel zijn gezakt. En daarom wordt een verkenner aangesteld. En zo'n verkenner, dat moet iemand zijn die veel politieke connecties heeft en in staat is om een mapje om notities heen te doen. Ja, niet iedereen kan het. Het is echt een vak. Nadat de verkenner klaar is om er een tyfusbende van te maken, wordt een Cenk Willink aangesteld. En meestal wordt gekozen voor de 79-jarige Herman Cenk Willink. Cenk heeft als taak om iedereen die elkaar al lang heeft uitgesloten, toch weer om de tafel te krijgen. Er moet namelijk een meerderheid worden gevonden. NRC-columnist Tom-Jan Meeuws legt uit hoe hij dat doet. Je moet alle dubbelzinnigheden uit de taal van de politicus schrappen. Precies. Dus als een politicus zegt... Ik heb gelogen dat we het wel over omzicht hadden. Dat klopt. Ik heb dat alleen naar beste eer en geweten gedaan. Dan weet Cenk Willink dat hij bedoelde... Als Cenk Willink klaar is en weet welke partijen met elkaar samen willen en kunnen werken, is het de beurt aan de mineur. Informateur. Ja, en dat is ook vaak Cenk Willink. En hij of zij gaat bij de partijen langs die samen willen werken om te vragen welke onderdelen van hun partijprogramma serieus bedoeld waren. Tot 2012 werd de informateur aangesteld door de koning of koningin. Maar toen Willem-Alexander koning werd, toen hebben ze die wet snel aangepast. Nou ja, dan heeft hij nu ook weer tijd voor wat belangrijke dingen. Ik dacht maar dat horen, want dan brengen we zo maar een paar. Het is een vak. Als uiteindelijk twee partijen, of drie, of vier, of dit jaar 14 partijen, het eens zijn geworden over een regeerakkoord, wordt een formateur aangesteld. Die zoekt de poppetjes om het kabinet te vullen. Er moet een poppetje zijn om het geld te verdelen, een poppetje om het leger te leiden, een kaal poppetje die een bruiloft geeft in coronatijd. En samen heten die poppetjes het kabinet. De formateur mag naast de koning staan, want hij wordt de nieuwe premier. En dat is altijd Mark Rutte. Het kabinet krijgt dan ook altijd de naam Kabinet Rutte en dan met een nummer erachter. Was dit te ingewikkeld en snap je nog steeds niet hoe de formatie werkt? Laat een comment achter onder deze video en wie weet is een andere commenter zo aardig het nog een keer rustig uit te leggen. Vond je dit een video? Abonneer je dan op dit kanaal. Dit? Ja, hier. Hier? Nou ja, waar die... Ergens.